die ik altijd al willen hebben. Dit is echt het domste idee ooit. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. En vandaag ga ik richting Zwolle. Ik ga jullie meenemen op avontuur. Ik hoop dat jullie hier net zoveel zin in hebben als ik. Dus ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. En als je je afvraagt wat dit is op de achtergrond. Myron is een heerlijke espresso macchiato aan het maken. Oeh, ziet er wel goed uit, schatje. Even een beetje het melk opschuimen hier. Zo ziet het eruit. Myron is daar echt zo goed in geworden. Nou. Ja, vind ik wel. Echt nice hoor. Ik zou het ook wel leuk vinden om een keer een dagje echt gewoon in zo'n koffietent te gaan werken of zo. Ja? Ja, gewoon de hele dag koffietjes maken. Ik denk dat je dan pas echt goed wordt. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik maak echt maar 1 of 2 cappuccino's op een dag. Ik heb het gevoel dat je dan nooit echt goed kan worden. Ik denk dat als je bij zo'n barista tentje gaat lopen een dagje, dat je dan aan het eind van de dag zo'n zwaantje kan. Dat zou wel leuk zijn. Ik kan alleen nog maar een hartje. Maar het is wel havermelk, dus dat is wel moeilijker, vind ik. Sorry. Jeetje, Mina. Kijk eens. Een hartje. Die van jou kan het niet echt. Nee. Ik heb een kleintje. Een balletje. Ik heb een appel. Doei, schatje. Veel plezier en tot later. Ja, je moet wel vis van, hè? Doei! Bye! Proost, meneer! Doei, schatje. Veel plezier. Doe ze de groetjes. Dankjewel, doe ik. Ciao! Ciao! We gaan straks even een uurtje in de auto zitten en dat betekent lekker weer wat muziek draaien. Dat is altijd echt fijn aan autorijden eigenlijk, dat je gewoon... Daar had ik het met Nathan ook nog over. Hij heeft geen rijbewijs. En we gingen dus van Nederland naar België rijden, naar Antwerpen. En toen zei hij ook van, wow, auto is eigenlijk zo chill. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb het wel vaker gezegd dat ik autorijden absoluut niet erg vind. En ik heb er altijd heel veel plezier in. Kan ook haast niet anders. 171.000 kilometer ondertussen. Proost daarop. En dat gaat maar door. Oh, dat wordt echt wel sick hoor. Als we 200.000 kilometer aantikken met deze auto. Dat wordt echt sick. Dat wordt echt heel erg sick. Nou goed, ik ga even een uurtje richting Zwolle. Toch schrok je een beetje. Oké, we moeten heel even de schuur in. Want ik moet natuurlijk mijn hengel niet vergeten. Yep. We hebben maar 1 schuursleutel. En die zat in de bos die nog binnen lag. Dus vandaar. Nice. Hij staat meteen om de hoek. Ik ben een beetje verdrietig. Mijn hengel is stuk. Zie je dat stukje eraan zitten? Nog een klein stukje, half. Dat is het topje van mijn hengel en die is eraf. Dus ja, mijn hengel is kapot. Maar goed, we laten ons niet gek maken. We nemen de hengel gewoon mee. En misschien kan die gelijmd worden, zo'n topje. Dat weet ik niet. Dat weet Daniel allemaal wel. Dus ik ga straks even mijn kapotte hengel aan Daniel laten zien. En dan weet hij vast wel wat ik moet doen ermee. Voordat ik aankom op locatie wil ik nog even een serieus onderwerp met jullie bespreken. Namelijk de aardbevingen die zijn geweest in Turkije en Syrië. Wat echt een mega impact heeft gehad daar en nog steeds heeft. En ik heb dat gisteravond duidelijk gemaakt onder mijn volgers op Instagram. Ik snap dat niet iedereen mij volgt op Instagram. Dus daarom vind ik het belangrijk om deze 2 filmpjes die ik gisteravond heb opgenomen, om die nog even voorbij te laten komen in de vlog. Omdat ik er afgelopen tijd alsnog vragen over kreeg. Zowel over Oekraïne als over Turkije en Syrië. Dus ik ga nu even 2 films met jullie delen. Deze reactie hierboven wil ik heel even met jullie bespreken. Van Mats. Leuk man, een podcast. Misschien kan je in de eerste aflevering eens uitleggen waar die 6.000 euro voor Oekraïne is gebleven. Ik heb een inzamelingsactie gedaan samen met mijn lieve volgers. En we hebben met z'n allen een bizar bedrag van 31.000 euro opgehaald. Ben ik jullie nog steeds heel erg dankbaar voor. 25.000 euro heb ik al vrij snel gedoneerd. De overige 6.000 euro wilde ik doneren aan een project in Italië. Omdat ik daar kennissen heb. Die ik ken via mijn appartementen van Italië. Maar dat project is anders gelopen. Dus heb ik die 6.000 euro uiteindelijk gedoneerd aan het prachtige inzamelingsactie van Victoria Koblenko en haar man. Daar kan je ook zien dat ik al lang geleden de 6.000 euro heb gedoneerd. Dit heb ik ook via een Insta-story laten weten, ook via een vlog. Dus ik hoop dat iedereen bij deze op de hoogte is, dat niks is in mijn eigen zak gegaan. Waarom zou ik dit in godsnaam doen? Zou ik nooit durven? Zou ik ook niet doen? Zo ben ik niet. Dus het volledige bedrag is al lang gedoneerd. Graag wil ik nog eventjes een boodschap eraan toevoegen aan
aan de vorige stories die ik heb gemaakt over Oekraïne. We hebben het allemaal gezien, de hartverscheurende filmpjes, foto's, wat er nu gebeurd is, maar wat er dus nu nog steeds gebeurt, omdat het natuurlijk een hele impact heeft voor een langere periode. De heftige aardbevingen die zijn geweest in Turkije en Syrië, waar heel erg veel hulp voor nodig is. Giro 555 heeft al meer dan 88 miljoen euro opgehaald, wat super mooi is om te zien. Ik heb daar zelf 5000 euro voor gedoneerd en het is hartverscheurend wat je voorbij ziet komen. Ik leef sowieso met iedereen mee die daar vrienden heeft zitten of die iemand is verloren in de heftige aardbevingen. En ik hoop dat ik met die 5000 euro toch een mooie bijdrage kan leveren. En ja, dat wilde ik nog eventjes aan jullie kwijt. Mocht je nog niet gedoneerd hebben, maar toch nog een donatie willen doen, dan kan dat via het linkje in de beschrijving. Dat is het linkje van Giro 555. Misschien heb je dat voorbij zien komen. Ik hoop het wel in ieder geval. Al meer dan 88 miljoen is daarvoor opgehaald. Ik denk inmiddels al meer dan 90 miljoen. Dus dat zou wel heel erg tof zijn als je wat kan missen om een bijdrage te doen. Ik ben aangekomen op locatie. In Zwolle. Laten we even gedag zeggen. De poort gaat open. Let's go. Ik zie 3 mannen. En 2 vrouwen. Daar heeft de eentje heel erg veel zin. Wow, jij hebt een partijtje zin? Ja, tuurlijk. Morgen. Knallen, jongen. Knoppertjes. Was goed? Ja. Nice, man. Goed je te zien. Goedemorgen. Hey Sam. Goedemorgen en zo. Oké, ik zet mijn auto even verderop neer. En dan moet ik het nieuws nog vertellen aan Daniel. Dat mijn hengel kapot is. Ik ben echt benieuwd of hij gemaakt kan worden, maar ik ben bang van niet, eerlijk gezegd. Het is zo fragiel aan de ene kant, maar aan de andere kant ook niet. Dat hangt er vanaf. Je kan zeg maar een vis aan je haak hebben en dat de hengel dan krom staat. Maar als de hengel de goede kant op staat, zo krom staan. Dat is niet normaal. Dus normaal gesproken een hengel zo en dan gaat hij zo krom. Maar als hij de andere kant op gaat, dan kan hij nog geen eens dit of dan breekt hij al. Dat heeft gewoon te maken met welke kant hij opbuigt. Dus ja, als je hem ergens neerzet bij een deur en er valt een koffer of een doos tegenaan en hij valt dus de verkeerde kant op en dan breekt die echt meteen. Zo, ik heb wel zin in vandaag, zeg. Echt leuk. Ik kwam net trouwens een kijker tegen. Wauw. Shoutout naar hem. Komt uit Zwolle. En hij zegt, yo man, leuk om je een keer in het echt te zien. En hij stond naast me met de auto. En ik zei, dankjewel man. Thanks. Leuk dat je mijn video's kijkt. Hij zei, ja, ik al vanaf het begin. Bijna 10 jaar geleden. Ik zeg, gast, serieus? Hij zei, ja, ik hoorde bij een van je 100 eerste volgers. What? Bizar. Bijna 10 jaar vloggen, dames en heren. Dus dat zou kunnen betekenen dat sommige mensen me al 10 jaar volgen. Dus ja, shout-out naar jullie. Thanks daarvoor. Oké, inpakken en gaan. We hebben er zin in. Yes. Hi, de winnaar. Ja. Ends Olympics. Yes. Hoe is het? Goed met jou. Nice, man. We zijn er. Ja, we gaan knallen. Fucking nice. Super veel zin in. Is dat je eigen hengel? Ja, dat is mijn hengel. Hoi, yes. Yo. Gruwelijk. Hi. Enzo. Hi, Enzo. Hi. Ik ben Lotte. Hi. Daniel. Ja, ik moet me bijna weer voorstellen, zo lang heb ik je niet gezien. Hoe is het, maatje? Ja, goed met jou? Ja, vet. Wat nice. Vet van die podcast, gast. Ja, dankjewel. Ik ga echt kijken. Nice, dankjewel. Ja, yo, shout-out naar iedereen die de Instagram van de Benny zo aan het volgen is. 25.000 volgers. Insane, bizar. Nee, jongen. Sam, goedemorgen. Goedemorgen. Nice. Wat een baas, stagiair. Komt op de zondag. Filmen. Ja. Hey, maar gaan we even knoppen vangen vandaag? Ja, zeker. Mooi. Maar niet met mijn hengel. Wat dan? Ik haalde hem uit de schuur. Topje afgebroken. Nee! Ja. Nee! Ja, ik no. Daarom heb ik hem meegenomen. Ik kwam er vanochtend pas achter. Kijk, als ik hem optil, kijk wat eraan hangt. Kijk dit. Ja, dus ik dacht, ik neem hem mee en ik... Set music. Misschien... Ik dacht, ik neem hem toch wel mee, maar ik kan er niks mee. Ja, ken beur. En nu, is dit te maken of is het kapot? Ja, nee, ik bestel een nieuw topje voor je. Maar hoe bedoel je een topje? De hele stof... Alleen een nieuw topje. Ja, de helft. Ja, dus alleen de stang. Ja, de hele... Sorry, de onderstang is nog goed. De bovenstang. Oh ja, omdat dit twee delen is natuurlijk. Ja. Kan je alleen de bovenste... Ja, nee, dit kunnen ze niet maken. Ik zou... Kunnen dit niet lijmen, nee. Nee, het is carbon. Dus dat is gewoon... dat is een stuk. Maar wat ik nog zou kunnen doen, als je het topje zou willen redden... Dan haal ik de oog eraf en dan zet ik een nieuw oog op. Oh ja. Maar dan moet je wel zo'n oog hebben, zo'n topoog. Ah ja, weet je? Ja, als je hem kan fixen, dan mij een tikje stuurt... Dan zou je me wel helpen. Ik ga het regelen. Ja, heb gewoon te lang niet gevist. Hij heeft in de schuur gestaan. Ik ben aan het verhuizen. En ik denk dat er een doos tegenaan heeft gezeten of zo. Kijk, het vervelende met carbon is... Het is super sterk als het buigt zoals het hoort te buigen. Maar het zijn natuurlijk lange vezels. Dus als dat de verkeerde kant op buigt... Dan is het meteen stuk.
Wow, dit is bizar. Hè? Ik vertelde jullie precies hetzelfde net in de auto. Ja? Ik zei precies, een hengel kan zo staan. Maar als hij de andere kant op staat, dan bij een klein stukje kan hij ook knappen. Ja. Hey, hey. Zoveel geleerd. Ik vertelde het niet over de vezels en zo, dat niet. Nee. Alleen dit en dit. Oké, gruwelijk. Heb jij dus een hengel voor mij bij je? Ja, natuurlijk. Ben je wakker? Ja, ik ben wakker, zeker. Ik heb er zin in, man. Ik heb er zin in, let's go. Nou, mooie spulletjes hiermee. Daar gaan we het mee doen. Mooi visnet. Ja, tuurlijk. Dus... een netje nodig. Ja, gruwelijk. We gaan eerst even kijken of we een dikke snauw kunnen vangen. Ja. En daarna gaan we stad in, gaan we een baarsjes vangen. Snoepbaarsje. Let's go. Hallo, welkom. Nieuwe vlog. We gaan vandaag vissen. Nee, we zijn nu bij een vijvertje. En deze gaan we in ongeveer een uurtje rondlopen. Het is een mooie donutvorm. Er zit veel snoek in. Dus het plan is om een dikke snauw te vangen. En ik heb er bij jou een mooie spinnenbeet aan gedaan. Bij mezelf ook, maar mijn spinnenbeets waren op, dus ik heb jou zo gestraagd. Dus ik heb gewoon shit. Nee, je hebt een goed huisje. Ik heb geen idee, maar ik heb wel inderdaad iets anders dan wat jullie hebben. Dus, maar we gaan het zien. Als ik wat vang en jullie niet, dan dikke pech. Het is niet diep, er staan wat plantjes onder water. Dus wat je straks moet doen is, je moet hem niet te hard binnenvissen. Gewoon een beetje rustig, topje een beetje hoog, dat hij ongeveer zo diep loopt. Okay. Maar er zitten wel veel snoeken. Meestal als ik hier een rondje loop, vang ik al een snoek. En soms ook wel meer. Ik heb hier één keer 8 snoeken gevangen in een uur. Ja, maar je hebt altijd van die mooie verhalen over zoveel vissen. Maar als we niks vangen, dan klopt niks van. Nee, maar als we ergens tussen de 1 en de 8 snoeken vangen, dan ben ik tevreden. Oké, dat is goed. Nou, ben benieuwd. We gaan het doen, dames en heren. Wat? Hey, ho. Let's go. Oeh. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik heb Lars zijn baard gevangen. Grapje Lars. Je hebt een mooi baard. Ik ben gewoon jaloers. Ja, dit moet je dus elke keer eraf halen, want ja, dat vindt de vis niet lekker. Als het goed is, als we iets vangen, dan is het wel een dikke vette bak. Dikke bos. Ik ben bang dat we elke keer dit soort shit vangen. Smijten met dat ding. Oeh, wat heb ik eraan? Wat is dat? Daaronder. Huh? Wat is dat? Huh? Ja, dat is een larf of zo. Ik heb gewoon precies iets van een larf. Een bloedzuiger. Echt? Ja, kijk. Ik heb een bloedzuiger gevangen. Nu, ja, joh. Oh, wat? Ik heb een bloedzuiger gevangen. Zal ik hem opeten? Nee. Gek. Misschien wel hartstikke lekker. Wat? Er zitten hier bloedzuigers in? Damn, stel voor Benny had mij in de sloot geduwd en ik kwam eruit met allemaal bloedzuigers aan mijn lichaam. Oeh. Waar heb jij zin in de wintersport? Oh, hey. Oh, sorry. Ik heb zin in windsport, man. Zeker. Ja. Nee, het is totaal niet dat je het moment even verstoort. Maar je zag het niet. Nee, daarom. Nog geen vis gevangen. Superveel windsport. En tot snel. Was eigenlijk voor jullie bedoeld, kijkers. Ik ga even een ander aarsje geven. We doen even een aarswisseling. Aarswisseling. We gaan even een ander aarsje eraan doen, jongens. Je mag deze best rustig binnendraaien. Oeh, dat vind ik heel moeilijk. Ja, niet heel. Ja, dat weet ik. Maar niet heel. Daarom zeg ik het ook. Je moet niet full gas. Na. Daar komt Enzo knol. Daar komt Enzo knol. Dankjewel. Nou, dames en heren, kijk eens wat ik ga vissen versieren. Kijk eens hoe mooi dit eruit ziet. Haartjes mooi gedaan. Ja. Oh, ben benieuwd. Iets sneller binnen draaien, denk ik. Niet vol gas binnenhalen. Dat zegt hij nu, iets sneller binnenhalen. Nou, gooi ze een dikke sweeper die kant op, baas. Vanaf de brug? Ja, waarom niet? Altijd leuk om een visje te vangen vanuit de brug. Uiteindelijk vind ik het belangrijker dat hij een vis vangt, dan dat wij een vis vangen. Kom. Ik voel het in mijn haar. Oh. Lekker even in die mooie krulletjes van je. Ja, vind je van een chapsel? Ik ben net naar de camper geweest. Ja, ik vind het strak, daarom zei ik het ook even. Ja, daar kom ik niet voor terug, hoor. Daniel heeft een zak stront gevangen. Daar kom ik niet voor terug. Dit moet hem worden. Pas op stront. Nee, grapje. Nou, zit toch allemaal onder de kak mijn schoenen dus. Je hoorde je ook zo. Even adem inhouden. Kijk dan. Ik vind het daar niet zo gek.
Oh, Daniel, sorry man. Nee, het gaat toch gebeuren. De eerste keer op deze plek niks gevangen. Nee, we zijn nog niet. Oh, ik dacht dat dit het laatste plekje was. Nee, we hebben nog tot aan de brug. Ik moet wel zeggen, daar moet je het met me eens zijn. Dit is wel letterlijk een scheidplek. Ja. Letterlijk. Ja, Daniel, letterlijk een scheidplek. Ja, maar ik heb ook gewoon echt scheid. Ja, dat snap ik. Nou, laten we een stil opschrijven. Oh, wow, gast! Jezus! Oh, dat ding is een meter gek! Holy shit! Lekker, gast! Oh. Hij is te groot, zeg maar. Nu helemaal, ja, nu helemaal inscheppen en dan recht omhoog. Ja, ja. Lekker! Ja, nu recht omhoog. Nee, recht omhoog. Recht omhoog. Zo, ja. Hopla. Let's go! Yes! Dit is een monster, gast. Holy shit! No! No! Hoi, yo! Hey! No. Yes! Lekker, ouwe. Yes! Kijk dan, wat een dik knoepert. Zo. Ja, dat is wel een meter. Zo, hij is lekker aan het slijmen hier. Ja, okay. Echt, hè? No. En zo eentje had jij dus ook net aan. Ja, dat was ook een knoepert. Wow. Ik heb een bloedzuiger op zijn neus. Ja, die had ik gevangen net. Ja, dat komt omdat die vissen, die zijn nu koud. Die liggen heel erg op de bodem en dan gaan die bloedzuigers erop zitten. Zo. Zo, jezus. Oh. Maar we even netjes terugzetten. Kijk, daar gaat hij. Nou, ik wil hem nog even mooi terugzetten, maar in mijn kijken, je ziet het hele stopvolk in het water. Schoot er vandoor. Wat een bakbeest, jongen. Echt blij mee. Kijk, dit is mijn ding, dames en heren. Dit is mijn ding. Het zonnetje erbij en de mooie bruggetjes. Lekker lumpiaatjes. Nou, geniet ervan. Voordat de camera aan stond, toen zei Dani ook, nou, wie gaat zijn werk verbranden? Sam dus. En is gewoon nog een ander. Hey, ik mag jou. Je bent leuk. Ik mag jou ook. Ik weet nog wel ooit een keer dat ik nieuwe schoenen had en dat Daniel zo'n pomp zag staan bij de lumpia kraam en dat die keihard zo, kom hier! En dat er zo'n straal uit kwam, zo'n vol over mijn kleren. Ja, dat weet je nog, hè? Nee, dat weet ik niet meer. Ik ben blij dat die meneer het in een bakje heeft gedaan voor ons. Amersfoort. En dat er geen pompje is. Maar goed, even lekker loempjaasje naar binnen smikkelen. Hey Sam, jij ook hier? Yeah, keltje. Ik heb een nieuwe spot ontdekt, jongens. Hey, goeiedag heen. Goeiedag heen. Godverdomme. Wat een line-up. Als Daniel gefrustreerd is boos is, dan moet ik altijd lachen. En dan soms wordt hij daar nog bozer van. Sorry, Daniel. Oh, mijn aasje weg, jongen. Oh, alles weg. Zweepslag, joh. Hoe? Hoe? Wat een ziek geluidje, ik kan dat niet, hoor. Wat zie je nou te lachen? Mag niet lachen, hè? Als cameraman moet je professioneel blijven. Hij hoorde hem niet, volgens mij. Toch, cameraman? Je moet professioneel blijven. Mag niet lachen. Dat is verboden. Hij glimlachte. Jullie zien het niet, maar ik zag het wel. En zo? Nieuw cameraman nodig. Het kan nooit normaal met Daniel. Moet je goed luisteren. Moet je goed luisteren. Het is echt satisfying, gewoon. Het is zo chill, je kan eigenlijk gewoon met één hand vissen. Ja, zo chill deze. Er zijn ook mensen die gewoon zo vissen. Wat? Dit is echt grappig, dames en heren. Dit is, normaal gesproken heb ik een hengel met een... spinmolen? Ja, met een spinmolen. Maar dit werkt heel anders. Kijk, hier heb je aan de linkerkant heb je twee van die hendels. En als je dan zeg maar de lijn wil laten zakken, klik je op deze. Dan valt hij naar beneden. En wat je dan doet als je hem uit wil gooien, is dan klik je deze naar beneden met je duim op de lijn. En als je hem dan gooit, dan laat je gewoon los. En als hij dan het water raakt, doe je gewoon deze en dan klik. En dan kan je hem weer binnenhalen.
Wow, zo fijn. Dat is echt vet fijn in hengelen eigenlijk. Ja. En ik altijd maar koppig tegen Daniel zeggen, nee, ik wil niet met deze hengel. Oh, zo. Nee. Heel je hand eromheen. Kijk, dan valt hij helemaal zo in je hand. Ja, zo ja. Oh, zo. Wow, yo, dat is nog fijner. Dus nu doe je zo en dan... Hop, en dan net eruit, ja. Je kan het mooiste is eigenlijk als je hem net voordat hij het water raakt, dat je dan de spoel dicht doet met je duim. Oké, maar heel even een update. We hebben al 3 boten gezien, 3 vissersboten. Alle 3 de vissersboten niks gevangen en die zeggen ook dat het slecht is. Er staat nu een man achter me op de brug, die zegt ook al dat het wekenlang slecht is. Omdat het water hoog is, laag, hoog, laag en troebel. Dus we worden niet echt gemotiveerd, maar het is wat het is. We hebben het wel naar ons zin en Daniel heeft echt een hele dikke knoepert gevangen. En we gaan toch nog proberen om Joran in ieder geval een vis te laten vangen. Dat zou mooi zijn. Want voor de mensen die het niet weten, Joran die was bij de Enzo Olympics. En toen hadden we een winactie gedaan, een visdag met mij en Daniel. Ja. En die heeft Joran gewonnen. Dus vandaar dat we nu aan het vissen zijn vandaag met Joran. Dus dan zou het wel mooi zijn als je een visje vangt. Kom op hè Joran. Ik doe meer dan mijn best. Ja, weet je wat het is? Kijk, als we hem nu niet vangen hier in de stad, dan kunnen we altijd nog eens naar de auto lopen. Die ene snoek die jij gemist hebt, daar nog even één worpje proberen. Proberen daar dan. Ja, sowieso. Nou, we gaan ons best doen. We zijn in ieder geval in een prachtige stad Zwolle. We zijn in de binnenstad. We hebben een lekker loempiaatje gehad en we gaan weer verder. Kijk ons dus eventjes. Even stiekem onder het bruggetje. Later. Ja, we gaan hier weg. Ik heb echt de meeste goddelijke worpjes al gemaakt. Maar... Zo, de bewoonde wereld. Hartstikke idee. Volgende locatie. Wat heb je gevangen? Domino shirt. Domino shirt? Ja! Dikke jokel! Ah, heb je hem? Ja! Ja! Yes! Oh, die heb ik altijd al willen hebben. Gadverdamme. Prachtig. Domino shirt zegt hij, omdat hij Italië op staat. Het is gewoon een Italia shirt. Ja, dat is toch gaaf? Nou, cool man. Mooie vangst. Echt blij mee. Dank voor het scheppen. Goed ja, scheppen met probleem. Werk. Nice. Veel plezier met shirt. Voor de mensen die de vlog kijken, als je nog een shirt nodig hebt, hij hangt hier. Dat is blijkbaar een populair plekje om je vest achter te laten. Ik vind dat er echt iemand in is geflikkerd. Nou, we gaan weer verder. Is goed. Oh, wat schattig. Kijk dan. Oh, wat een kwikstaartje. Hij gaat bijna weg. Een kwikstaartje. Kijk dan, een vogeltje gevangen. Ja. Hij vliegt weg. Kijk dan, hoe schattig. Zo mee, we zien nieuwe mascotte. Zie je dat? Hou nou eens op. Hij schrikt ook elke keer. Het is net Noël, man. Nee hoor, ik geef hem een mooi plekje. Ja, naast het biertje. Lek bier. Alsjeblieft. Wat er. Ja? Ga erbij staan. Met z'n tweeën, wacht, doe ik de hengel even weg. Nou, dit wordt natte voeten. Weet je wat we ook kunnen doen? Daar naartoe springen. En dan die hendel vasthouden. Ja? 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 Eerst? Nee. Steenpapier, schuif eerst moet. Oké, okay, doen we steenpapier, schuif wie het eerst moet. Oké. Ja? Steenpapier, schaar. Oh, shit. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Ah! Oh, nee, dat was een lange. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Nee! Ja! Je moet ook, hè? Ja, ik ga ook. Okay. Ja, je hebt wel goed gedaan dat je zei, we gaan allebei. Ja, ik wist ook dat ik geen verliezen. Jij wint altijd met steenpapierschaar. Want ik ben de eerste, ik was al helemaal blij. Ja. Oh. Maar ja, nu kun je ook van mij afkijken hoe ik het doe. Dus dan kun je het of zoals ik doe, of juist helemaal niet. Klopt. Oké, jongens, wij gaan freerunnen. We hebben eigenlijk nu Lars en Mees nodig. Ja, eigenlijk wel, ja. We gaan roeien met riemen die we hebben. Zorg dat ik grip heb onder mijn schoenen. Oh ja. Kijken hoe vies ze zijn. Ja, je moet wel grip hebben, ja. Ja. Oh, oh jongen. Ik ben toch helemaal geen freerunner, jongen. Ja, dat kan je wel. Even denken, kijk. Oké, ik heb bedacht hoe ik dit ga doen. Wat ik ga doen is, ik heb het gevisualiseerd, hè. Je komt niet echt geloofwaardig en over. Als je freerunners in de comments hieronder, die kunnen mij eventueel tips geven. Maar mijn idee is dus zeg maar dat ik hoog inspring. Ik pak die stok vast, dan hou ik mezelf vast. En dan klim ik erop en dan ga ik met mijn voet boven op dat ijzeren paal te staan. En dan spring ik terug. Oké. Nou, succes. Dus dat is het idee. Oké. Okay. Als ik iets moet doen, moet je het zeggen. Ja, je had hier niet kant maar. Oh, sorry. Maar is die niet beter dan die andere? Ja, is al. Ja? Ik vind het helemaal spannend. Is. Dan doen we die. Oh, ik vind het zo spannend. Ja? Maar weet je ook wat dat jij zo meteen doet? Ja, ik ga het sowieso niet halen. Dat weet ik wel. Ik zou het filmen hoor, als ik jullie was. Hij is professioneel freerunner, dus hij kan wel wat. Fuck, man. Iedereen is dat filmen ook.
Nou, dan mag je het wel filmen hoor. Ah, oké. Zij het ook allemaal filmen? Dit is echt het domste idee ooit. Ja. Woehoe! Zieke vrienden nog gehad. Holy shit. Oh, what the hell? Holy shit, wat een held. Wat een held. En nu nog terug, gast. Hey. Goedemiddag. Dit is echt ziek hoor, ik vind het echt knap. Nu nog terug, dat is het moeilijkste denk ik. Ja, zonder mijn enkels te breken. Ja, dat is echt moeilijk. Heb je spijt? Ja. Ja. Wat als je hier zo ziek, jongen? Wacht, ik heb een beter idee. Jij gaat nu naar die. Dus we komen tegelijkertijd terug. Die is glad. Ja, moet jij weten. Oh mijn god. Zo. Ja, en nu? Lekker, Daniel. Zo, als dit lukt. Wow, lekker! Wat een baan! Oh joh, lekker! Jij was het gewoon, dit moet ik! Shit! Ik moet zeggen, het erop was minder lastig dan het eruit. De af is moeilijker. Maar het eraf valt eigenlijk ook mee. Het is niet een hele verre sprong. Alleen, het is gewoon lastig. Sowieso ben je sterk genoeg om jezelf vast te houden. Je moet gewoon zorgen dat je voet gelijk tegen die paal aanzet. Ja. Zo. Lekker bruin. Ik ga echt vrienden worden nu. Ja, dit is wel chill dat jij hem in één keer hebt gedaan. Ja. Lekker gast. Trots op jou, jongen. Duzu. Ja, je hield gewoon, jij sprong en je hield hem vast, hè? Ja, je moet wel goed vasthouden, hè. Gewoon gelijk je voet tegen die paal aan. Nee. En dat in 10 seconden, denk ik. Nou, jasje weer aan en we gaan. Ja, op. Holy shit, wel spannend hoor. Het is wel spannend. Maar ik heb wel afgekeken bij jou. Ja, het ging wel. Oh, hartslag gaat wel tekeer hoor. Nu hoor, Ramp. Hoe je voelt het vast. Oh, je... Doe je... Choke me, daddy. Je ziet op het filmpje niet hoe ver het is, omdat het van voor is. Dus nu gaat Daniel daar staan. Doe ik hem nog één keer. Boom! What up? Muu! Let's go! Lekker man! Woo! Ja, deze video is de plaats van de visvideo nu een freerunning video geworden. Doei schatje! Doei schatje! Love you! Love you! Myron, ik hou ook van jou. Ja. Miss Myron. We missen Myron allemaal. Ja, ik ga een trucje doen. Maar dan moet je eigenlijk een beetje zo bij die muur gaan staan. Ik wist iets onder mijn voeten. Mooi, joh. Leeft hij nog? Ja. Ja. Zo, dat ging me nog net goed. Stap doet het ook nog. Ja. Oh. Wow, netjes man, mooi vieren. Ja toch? Kijk, ik zat denken, misschien... Ga je hier omhoog rennen? Ben je op de bike? Wow, als je dat redt, dan ben je wel echt vrierunner hoor. Ja toch? Maar ik denk niet dat je het redt. Nee? Nou, nu ik zo kijk, is dat paal, denk man? Dat jij het wel redt aan. Ja, weet niet. Hey, als ze me missen, zijn we freestylen. Nee, het zal wel vet zijn. Maar als ja, het zal wel heel vet zijn. Ik er dan in. Als je op tijd afzet, niet. Maar het is wel iets wat ik ga filmen, denk ik. Kijk, hier. Wat een vrienden. En dan zo. Sick. Clean, hè? Oké, we gaan verder. Volgende spot. Let's go. Let's go. Oh, kut. Ja, gaat. Alleen maar uitlachen, die vent. Nee, ik vind jou grappig. Ik lach jou toe. Maar jij ging zo naar beneden toe. Dat zag gewoon mooi uit, sorry. Hoi, oh, Enzo. Ik kom even gezellig bij even. Hey, gezellig. Ja, vind zit je ook zo alleen? Ja, toch? Geniet van je stage. Ja, best wel leuk. Mooi zo. Nee, ben ik serieus? Ja. Nee, ik ben doet ook goed, hoor. Ja? Zeker. Vind ik echt lief van je. Die muts had je echt oprecht goed. Nee, ben ik serieus? Ben je gewoon aan het verloren? Dat heb ik echt gezegd. Dat heb ik je gehapt. De kop op je lichaam is verschrikkelijk. Nee. Heb je mij gehapt dat mijn muts mooi is? Wat zeg je? Nee, ik had gezegd dat jouw outfitje mooi was. Oh, dankjewel. Maar ik vind die muts echt mooi. Dat zat je echt goed.
Ik ben echt serieus. Dankjewel, man. Echt. Ja, doe goed zijn vriendinnen. Ja, zo doe ik. Dat heb ik gedaan trouwens. Ik heb goedjes terug. Dat is echt zo. Ik krijg echt een goedjes terug. Je hebt daar nog helemaal niet gesproken. Nee, gisteren. Dus ze zei, doe goed ze morgen en zo. Zei ze. Om 2:15. Precies op dit moment heb jij de goedjes. Ja. Oh, nou, bij deze. Is zo mooi gepland. Ja. Bij deze. Dankjewel. Op huis nummer 25. Dat is toevallig. Ja. Ongelooflijk. Precies hier komt het allemaal bij elkaar. Jezus. Soms komt het mooi samen allemaal. Ja. Maar na 150 meter bleek dat Ria in het begin van de race te veel van haar krachten af te werken. Wat is dit? Moet een afstaan aan Corrie Winkel. Hallo! Oh, oh, shit. Wat? Ik schrok echt. Nou, dames en heren, het komt een beetje aan zijn einde. Het is 4:15. We hebben echt een rondje Zwolle gedaan. We hebben gewoon heel de stad rondgelopen. We zijn bijna weer bij de auto. Nou, dan hebben we wel mooie stapjes gehad. In ieder geval meer dan 10.000. Dat is één ding wat zeker is. Veel leuke, lieve mensen ontmoet. Veel mensen ook in carnaval outfitje. Ik hoop dat jullie allemaal een heel leuk carnaval hebben gehad. Nou, we gaan nog een paar worpjes wagen. Maar denk dat het voor nu gewoon erop zit. Maar ik heb het wel heel leuk gehad. Oké, dit is het laatste plekje, dames en heren. Hier zijn we ook begonnen vanochtend. Dus dit moet hem worden dan. Ja. Schreeuw zo even keihard dat je iets hebt. Ja, ja! Ik was wel meteen ready. Ik wou al net wel compact. Ja. Sleep awesome, man. A few moments later. Dat was hem. Yes. Vond je het wel leuk? Ja, zeker. Genoten. Mooi zo. Ja. Dat is ook belangrijk. Vond je het ook leuk? Ik vond het zeker leuk. Ja, wel jammer dat we niet in het water zijn gevallen. Uiteindelijk wel. Dat was eigenlijk nog leuker geweest. Kan ons nog. backflip van de brug. Als het mooi weer was, dan wie weet. Maar avontuur stopt hier. En alles komt een eind. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En alles komt een eind. Alles komt een eind. Vond het wel gezellig, Daniel. Ik vond het ook gezellig. Adria, Daniel. En zo knol. Ik vond het wel gezellig. Ja. Joran, ik vond het ook gezellig met jou. Ja, het was gezellig. Dankjewel dat je meeging. Geen enkel probleem. En mooi vispakketje. Dankjewel. Dankjewel. Dit zijn allemaal spulletjes die goed zijn voor het vissen. Ja, ja. Daar kan je mee vissen. Vangen. En er zit ook een molen bij. Nice. Ja. En die molen heb ik gebruikt en best wel veel vis opgevangen. Ja. En hij is nog goed. Dus het zijn geen afdanken. Nee, 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 nee. Je ziet de prijsjes, hè? Het is alles nieuw. Zo, het is een upgrade. Het is een upgrade van je eigen molen. Bijna op alles staat prijsjes, dus het is goed nieuw. Dankjewel. Ja, want het ziet eruit als zo'n zakje troep, maar het is echt goede shit bij. Yes. Ja. Het is ook goede shit dat Daniel als net zei, wil je dat niet zelf uithalen en houden? Toen zei ik, nee, dat is voor jou. Nee, maar dat is echt zo. Ja, dat is ook. Ja, ja, denk ik. Okay. Nice. Yes, zullen we nog even een rondje maken in de auto? Zijn wel blij. Willen dames ook mee? Als ze mag, ja. Ja, zeker. Ik heb 3 plekken, dus dat komt goed uit. Dankjewel, Daniel. Dankjewel. Was weer een mooi moment met je meegemaakt vandaag. Zeker. Dankjewel. Daniel. Ja. Bedankt. Joram. Yes. Dus goed om te moeten zo te zien. Hè? Veel te plezier. Ja. Veel te plezier in de auto. Dankjewel. En als je een mooie vis vangt, dan stuur je me. Dat kan niet in de auto, Daniel. Nee, maar ik bedoel in de toekomst met zijn spulletjes. Oh, nee, ja, ja. Kijk, hij heeft nu zulke goede spullen. Kijk, als je dit nou in het begin van de dag had gegeven, dan had ik hem vervangen. Oh, oké. Nou, wij gaan nog rondjes maken in de auto. Is goed. Ik zie jou weer een keer langs de waterkant. Kom goed. Goed. Mooi gezegd. Gaan we. Zo. Holy shit, ouwe. Zo, dit is echt niet normaal. Het voelde echt gewoon als een achtbaan, hè? Dat is lekker, hè? Ja. Dat voelt echt heel lekker. Zo. Oh ja, dat is wel echt heel fijn. Ja, we zijn aan het genieten achter je. Ja, 1-0 rem. Oh, heel leuk. Nice. We zijn weer thuis. Yeah! En Marvin die is lekker eten aan het maken. Wat een bof komt ben ik ook weer. En kijk hoe schattig trouwens dit kopje is. Dit is zo'n espresso kopje. Maar zo'n schattig kopje eigenlijk. En gewoon een logo staat erop. Hè. Kunnen jullie dat zien? Zo fijn. Yeah! Ik ben een beetje gaar van het autorijden. Maar ben we veilig thuis. Hallo, hallo. Hey, schatje. Vis, meneer. Oh, ruikt het naar vis? Nee, hè? Nee. Ik heb ook niks van. Nee. Balen, man. Ja, maakt niet uit. Dat was leuk. Ja, heb je een lekker outfitje aan? Sneeuw. Heb je lekker sneeuw? Sneeuw. En sneeuw. Oh, is nieuw. Oh, ik sneeuw. Dacht sneeuw van wit. Nice, hoor. Leuk, hè? Cool, lekker comfy. Met Romana. Met Romana op de scooter.
Oké, wat gaan we eten? Wrappie. Wrappie. Oh, lekker. Lekker wrappie eten. Ziet er super goed uit met guacamole en lekkere geitenkaas. En oh, dit vooral is super lekker. Een beetje kaas en... wat is dat andere? Crème fraîche. Ja, en niet sambal, maar zoetzuur. Of wat is het? Chili saus. Chili saus, ja, dat is het. En dan natuurlijk dit erop. Dus we gaan even lekker smikkelen. Zo, dames en heren. Ik ga even lekker tanden poetsen. En dan naar bedje toe. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten vandaag. Het was een lang dagje. Ik heb in ieder geval wel genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Morgen gaan we naar het buitenland, naar Italië. Dan ga ik ook meer uitleg geven over de appartementen daar. Want er waren ook wat vragen over. Dus dat krijgen jullie de komende dagen te zien en te horen. Maar eerst lekker slapen. Bedankt allemaal voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, dikke vette peace.